In de vorige video hebben we laten zien hoe je kan clippen in Edgecam. Nu wil ik laten zien hoe je aanzichten kan maken met verschillende instellingen. Deze aanzichten met bijbehorende instellingen worden opgeslagen in de PPF. Klik links onderin op dynamisch en dan op nieuw aanzicht. We geven een naam aan het aanzicht, deze noem ik 1. Noem de assenverlenger zodat we een beter zicht hebben over hoe het nulpunt georiënteerd is. En ik wil het machine nulpunt zichtbaar hebben. Onderin kan je schakelen tussen het standaard aanzicht en het aanzicht wat we net aangemaakt hebben. Ik ga nog een aanzicht aanmaken. Druk weer opnieuw aanzicht. Deze noem ik 2. Dit aanzicht wil ik gereedschapsbanen zonder L-gangen zien en het gereedschap als massief weergeven. Nu zijn de L-gangen niet meer zichtbaar en zie je alleen de gereedschapsbanen in voeding. Als laatste aanzicht wil ik alleen de solid zichtbaar hebben in het bovenaanzicht. Ik klik op bovenaanzicht. Ga onder lagen alleen de solid zichtbaar maken. En druk op OK.